Is die gasprijs direct gaat exploderen. Die gasprijs was al heel hoog door politieke keuzes, door het gebruik van kolencentrales, wat dan weer heel duur werd. Daardoor gingen we naar de gascentrales, daar was een tekort aan. Vervolgens steeg de gasprijs puur door marktwerking. En dan gaan we nu allemaal klagen dat het zo duur is geworden. Voorzitter, de helft van 1 kuub gas is belasting. Opslag duurzame energie. Energiebelasting en daaroverheen nog eens een keer de BTW plus de eenheidsprijs, waar ook nog eens BTW over gaat, de helft. Let op dan, de kortheid. Ja, zeker voorzitter, maar ik wil graag wat kennis aan de gedeputeerden meegeven.